Hey daar dames en heren, ik ben Tim en ik ga vandaag commentaten voor Brodders on my site. Ik ben zowel een competitive lid als iemand die ook meedoet met de sniperleden, zowel uh, met de vergaderingen meedoet en gewoon iemand is die voor mijn clan klaar staat. Zo, so, nou, um, als jullie al kunnen zien, hier beneden in de video um, staan inderdaad Engelse vertalingen. Um, wij hebben er de laatste tijd over nagedacht om video's te gaan maken en um, we kwamen erop neer dat, uh, dat Engels was moeilijk voor ons allemaal. En um, de Nederlandse commentaries kwamen veel beter over, uh, was een accent was beter. Dus ja, we wisten niet hoe we dit moesten combineren. En wat hebben we dus gedaan? We hebben dus zowel een Nederlands iets als een Engels iets. Dus voor de Nederlanders onder ons kunnen jullie lekker naar achter liggen en lekker luisteren. En voor de Engelsen, die kunnen lekker op het beeld kijken en die kunnen nog steeds genieten van de gameplay. Nou, wat jullie hier zien um, is een gameplay van Aurora Thunder, van de Clanleider. En um, ja, die heb ik uh, gekozen voor de intro. Maar uh, ik heb hier ook nog een andere clip voor jullie zometeen. Uh, dit zijn een paar aces van onze MLG-leden. En die, um, ja, die zijn echt geweldig. Um, ik ben zelf een competitive lid. En ik ben soms zelf nog steeds verbaasd over hoe hun dat allemaal doen. En ja, die ga ik een beetje bij commenteren. Ga ik een beetje uitleggen. En ja, ik hoop dat jullie ervan kunnen genieten. Jullie zien hier Elux Bombs met onze eerste clip voor deze video. Hij loopt hier met zijn AN-94 en zijn secondary al met de kap 40. Met quickdraw en red dot side op zijn AN-94. En ja, hij gebruikt hier heel goed het gebied van de map in zijn voordeel. Want je kan zien dat hij hier heel goed achter deze tank kan schuilen. Pakt hier heel mooi de collateral kill, switch naar zijn secondary. Je ziet achter ze dat hij eigenlijk geflankt werd, maar heeft geluk dat hij hier bij de tank zat. En ja, nu is er nog maar één enemy over. En nu is het gewoon van rustig nadenken en kijken wat er gebeurt. Ziet de enemy in het midden en killt hem. Heel mooi gedaan. Zo, so, dit is de tweede clip in deze video. En hier zien jullie Krons Bombs, ook, ook bekend als Bas. En hij is een geweldig speler. Ik blijf me verbazen over zijn skills en hoe hij gewoon enemies blijft killen. Hij pakt hier de twee kills met zijn shotgun. Krijgt hier de kans om de enemy te flanken. Pakt hij de camper uit in het hoekje. En ja, hij blijft gewoon doorgaan. Hij blijft zoeken naar die enemies. Onder, onder, ja, er is er nog maar één over op dit moment. Ja, wat moet je dan doen? Wat moet je dan doen? Ja, ik vind het zelf altijd heel moeilijk voor mijzelf. Maar ja, hij besluit hier om het op zijn eigen manier te doen. En ja, dat pakt helemaal goed uit. Nou, je ziet dus hier dat aan de andere kant van de map zijn ze ook aan het pushen naar hun span. En dat werkt hier heel goed aangezien daar hij de enemy zag lopen. En besluit hier niet gelijk op de enemy af te stormen, maar andersom te lopen. Gaat hij het gebouwtje in en hoort dat de tijd bijna op is. Dus wat moet de enemy op dit moment doen? Die moet de bom gaan planten. Nou, aangezien hij daarachter was, is het meest duidelijk dat hij hem bij B gaat planten. Maar ja, dat is dus ook wat hij in zijn voordeel gaat gebruiken hier, want hij weet dat hij naar B toe moet en boom. Hij krijgt de kill. Heel mooi gedaan. Nou, dit is alweer de derde clip van vandaag. En dit is zowel weer van Crunchbombs, ook bekend als Bas. En dit is een hele snelle. Hij loopt hier met zijn Scorpion Evo, wat een heel agressief wapen is met een hele hoge fire rate. Krijgt hij de twee kills, moet reloaden, draait zich heel even om. Kijkt hier op het midden waar weer een enemy vandaan komt, krijgt de derde kill. Kijkt hier achter zich, wil om niet geflankt te worden. Nou, daar ziet hij geen enemies, maar toch besluit hij om even door te kijken. En pakt toch uiteindelijk de vierde kill. Hier is nu jullie Koekje bom, wat ik trouwens nog steeds een hele geweldige naam vind. En je ziet dat hij hier vandaag speelt met de val. Hij krijgt hier zijn eerste keer een headshot. hoort dat hij de laatste nog over is. En dit wat hij hier net deed: springen in het hoekje is een hele mooie truc om even te kijken of er mensen op de trein lopen. Kan hij met zijn tweede headshot weer de tweede enemie daarachter de prullenbak vandaan halen? Blijft hier bij B kijken, omdat hij, ja, de enemies moeten daar wel blijven aangezien zij de bom moeten defusen. De derde haalt hij hier naar beneden. En de vierde, ja, die ligt daar heel slecht beneden. En hij rent naar de bom toe. Rennen, rennen. Gaat hij het halen? Ja, tuurlijk gaat hij het halen. Want ja, je hebt 5 seconden nodig om de bom te fusen. En hij haalt het hier maar. Uh. Net om de bom gefused gedaan. Heel goed gedaan. En de laatste clip die ik vandaag aan jullie ga laten zien, aangezien ik het nog even over wat anders wil hebben. Hier zien jullie Dovaro. Um, hij heeft er niet van gekozen om een MLG account te maken, maar dat maakt helemaal niks uit, want hij doet hier heel geweldig. Hij mist hier maar net die RCXD en hij speelt vandaag met een sniper, wat je niet normaal vaak ziet bij MLG leden. Hij heeft hier de dual band, um, wat eigenlijk gewoon een hittezoeker is. Nou, hij ziet hier dat een andere enemy aan de andere kant is. Quish koopt hem daar heel mooi. Pak ze secondary weer voor de zekerheid om sneller te, te kunnen lopen. Maar toch ook, ja, de kans op een kill te vergroten. Pakt hier de tweede man. Gaat hier heel mooi in het hoekje liggen. En pakt hier de vierde man uit met de glitch. Ja, een headclitch maakt er uit En daar is de vierde. Heel mooi gedone Dovaro. Nou, dat waren de zes clips die ik daar voor jullie had. Um, ik ga het nog heel even over wat anders hebben. Terwijl jullie ook nog naar de andere aces kunnen kijken. Die um, onze... MLG-team nog heeft gehipt. Um, nou, um, zoals jullie weten heeft BOMS uh, de afgelopen tijd niet zoveel geüpload als we normaal zouden doen. Um, dat komt omdat BOMS op uh, dit moment een uh, best wel moeilijke tijd doorgaat. Um, er zijn een aantal leden van ons sniper-team die hebben uh, besloten om weg te gaan. Aangezien zij de overstap hebben gemaakt van uh, feeden naar trickshotten. En um, ja, uh, wij bij Brodders on my side um, vinden dat trickshots iets is wat eigenlijk niet bij ons past. Wij uh, zijn gegroeid aan het begin van uh, uh, MW3 als een feed clan en een competitive clan. En daarmee zullen wij door blijven gaan. En wij gaan ons uh, niet aanpassen aan anderen. En wij vinden dat wij op onze eigen manier gaan groeien. En wij denken dat wij op onze eigen manier ons uh, pad verder zullen zoeken. En zo wij... Um, ja, gewoon de video's blijven maken zoals wij die willen voor jullie. En ja, dit um, heeft natuurlijk een aantal dingen beïnvloed. Um, er zijn minder leden, wat natuurlijk weer minder fiets betekent. Wat uh, natuurlijk weer vertraging oplevert voor de weektage. Maar um, ja, dat was dus eigenlijk het negatieve nieuws. Maar er is ook nog positief nieuws natuurlijk. Ja, want. Alles wat negatief is, hoort wat positiefs bij. En ja, we hebben ook on-editor gevonden voor de 1k Teamtage. En uh, ja, in dit geval was dat Darth Seiler van de Darth Empire. En ja, we willen even zeggen dat we heel erg vereerd zijn dat jij onze Teamtage mag gaan editen. We zijn allemaal heel trots op dat we naar 1k. Um, nou, 1k, 1000 subscribers eindelijk hebben gehaald. En ja, we zullen niet opgeven met verder groeien, want dat is uiteindelijk ons doel. Verder groeien en de video's brengen die jullie willen zien. En ja, voor onszelf een gevoel van binnenkrijgen. Wij doen ons best hiervoor. En daarmee blijven wij doorgaan. Um, nou... Ja, dat was het eigenlijk voor deze commentary. Ik wil het niet te lang houden. Um, dit wordt niet de enigste commentary voor Brothers on mijn site. Want um, ik, Tim, ben ja, best wel verslaafd nu een beetje aan die commentaries doen voor jullie. En um, ja, ik, wil het, uh, ik ga dit doorzetten. Dus ja, comment alsjeblieft beneden wat je ervan vindt. Um, uh, je kan ook commenten natuurlijk wat je wil zien. Want ja, dat, maakt, dat mag ook gewoon... Kijk, als jullie zeggen van we willen dat zien, dan kan ik hem misschien geven. Als je wil zien dat ik van de olifant een meertje inspring, nou sorry, dat, ik wil het best proberen, maar dat gaat me denk ik niet lukken. Maar ja, we kunnen alles proberen en ja. Um, ik wil iedereen bedanken voor het luisteren naar me. Um, ja, vergeet niet te commenten, uh, subscriben, uh, thumbs up, uh, thumbs twee keer up. Ja, uh, yeah, dat was het. Vertel, vergeet ook niet aan je vrienden te vertellen wie wij zijn. En ja, tot de volgende keer.